Nieuw 4. We blijven doorgaan totdat we alle data die we nodig hebben, dat we die ook echt verzameld hebben. Maar we blijven zeker nog maanden doorgaan met testen. Ja, ik ben Daan Brugmans. Ik werk hier als beheerder op RWZ Nieuwveer in Breda. Het deel van de ChemConnect is vooral geïmplementeerd op de slipverwerking. Een pilot om te zorgen dat we kunnen optimaliseren als het gaat om het gebruik van polymeer voor de ontwatering van het slip. Dus we hebben uitgegist slip wat op de zeep van persen ontwaterd moet worden. Daar is een hoop polymeer bij nodig en dat kan misschien een stuk efficiënter met het gebruik van ijzersulfaat. Boven op de zeepanpers, ja, daar moet je toch altijd kijken om te kijken hoe gaat het nou. Dus hier kijken wij ook elke dag zeker dagelijks een keer naar om te kijken hoe ziet de slip eruit. Hè? Total solids van de toevoer, het debiet, een meter in het filtraat en een meter in de slipkoek voor de droogstof. Die samen, ja, als die optimaal kunnen worden samengesteld, dan kan er altijd een goede balans worden gevonden tussen ijzersulfaatdosering en polymeerdosering. We proberen steeds verder te komen, dat we op een gegeven moment betrouwbare metingen hebben, maar dat het ook compatible is met ons systeem wat hier al staat. En dat die metingen ons echt gaan dienen. Dus gecombineerd met mijn eigen systeem heb ik eigenlijk wel een goed plaatje van de verschillende processtromen. De ijzersulfaatdosering is ook maar op één van de twee zeepanpersen. Dus dat geeft ons de mogelijkheid om te vergelijken. We merken bijvoorbeeld wel toename in de scaling. We hebben wat problemen met onze demoninstallatie. Hè. Dus het filtraat van het zeepanpersen ligt een beetje onder druk. Het filtraat van de zeepanpers lijkt wat slechter te worden met de introductie van ijzersulfaat. En heel Nederland kijkt mee en dat mag.